langs de poging van Thiago. Diepe bal. Peña in de rug van de Kuiper. Peña, voorzet. En dan moet Spileers dat winnen. Hier is Avila met de kans. Afzwaaien. Maar wel gevaar van de Spanjaarden. Het is wat het is. Het is ook maar wat het is. Maar het overwicht is voor Osasuna. Bal rolt, zegt Mio. En de aanval gaat verder. Ruben Garcia, afstandsschot. En gevaarlijk voor Mignolet. Avila, dat is tegen zijn hand, denk ik. Of het schot van op afstand valt op het dak van het doel. Geweldig schot. En niet Avila trouwens, maar wel Ruben Garcia. Van op 20, 25 meter. Enig mooi geprobeerd. Bal viel net niet. Dit was wel een kans natuurlijk. Spileers. Ja, net niet zuiver genoeg. En nu opletten voor de omschakeling met Peña en Garcia. Ruben Garcia in de 16. Ruben Garcia trapt en die bal gaat maar net naast. Mignolet keek hem eruit. Osasuna met nu toch al een derde mogelijkheid. Veel scheelt dat niet. Je weet dat hij naar zijn linker wil gaan. Typisch club dit nu. Vetlessen, kijken naar de lopende jongens. En daar is de reuze kans voor Filip Zinckernagel. Oh, het werd een seconde stil in dit stadion. Iedereen hield de adem in. En Filip Zinckernagel heeft hier de beste kans van de eerste helft overgekopt. Goed uitgepikt door Vetlessen. Oh, deze moet erin. En hij weet het. Reuze kans voor club op slag van rust. Voor zijn man gekomen. Alles ging open voor de Deen. Gomez op Ruben Garcia. Zinckernagel komt. Mislukt is hij dan, maar hij is er wel langs. Garcia nog steeds. Garcia met de linker. Oh, wat een knal. En ik denk dat hij de lat raakte. Ergens dacht ik ook dat Mignolet eraan zat, maar dat blijkt dan van niet. Wat een schicht van Ruben Garcia. Een van de betere jongens bij Osasuna, zonder twijfel. Skovolse loopt door en dat heeft Van Aken goed gezien. Mooie bal. En Skov Olsen nu met een typische actie. Skov Olsen, ja, moeite. Nog altijd trappen en binnen. Ja, dat is Skov Olsen. Dat is hem te voeten uit. Wat een doelpunt van Andreas Skov Olsen. Geen bal goed geraakt, geen deuk in een pak boter. Maar hij zet Club Brugge na 4 minuten in de tweede helft wel op voorsprong. En Aitor Fernandez, ja, die zag die bal onder zich gaan. Zelfs in die actie zag je dat het vandaag allemaal niet zo vlekkeloos verloopt. Maar kijk, als je dan zo snel kan reageren. En hier die dribbel. Hier lijkt hij die bal te verspelen. Het was wat een rare beweging. Maar hij maakt zich zo snel meester van de tweede fase, zeg maar. Ja, dat was niet de bedoeling, dat zie je. Hoe hij die bal behandelt met links. Gomez. Voorzetten. Opletten, Spileers. Opletten, opletten, opletten. Het is 1-1. Ai, 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 ai. En Jimmy Ezequiel Avila. Wat een kabaal. Maar wat een aftroeven. Jordi Spileers laat zich ringeloren in zijn rug. Beseft het van zichzelf. De voorzet, oké, mag makkelijk komen. Maar Avila niet opgepikt. Op het moment dat Spileers het door heeft, kan hij er niks meer aan doen. En Mignolet heeft geen verhaal weg. Uitstekende uitgangspositie. Boortezangen gelijk. 1-1. Vetlessen. Vetlessen, ja, dat is een goede bal. En hier is Maxime de Kuiper. Maxime de Kuiper trapt. Oh, wat een geweldige goal van Maxime de Kuiper. Die jast die bal in de linkerbovenhoek. En zet Club Brugge na, wat was het? Een minuutje, twee minuutjes achterstand. Terug op 1-2. Wat een doelpunt. Hij kijkt bedrukt. Wat een heerlijke bal van Vetlessen. En de Kuiper had het gezien dat er iemand aan de overkant stond. Maar dacht, nee, Sabbe, ik ga dit zelf doen. En wel, voor dat soort schoten doen we de spreekwoordelijke hoed af. Wauw, wat een goal. Even kijken en beseffen, ik ga mezelf binnenjassen. Maxime de Kuiper. Het is niet Arnaïs, het is Barga die dan nu op links loopt. De bal in de 16, opletten, opnieuw geschadeld. En zit die bal erin? Nee. Oh, de loopactie van Ibanez. Hoe is die bal er dan niet ingegaan? Hij is er gewoon opgevallen. Club Brugge komt hier zeer goed weg. Avila,
We voetballen nog steeds. De trap van op afstand. En Mignolet pakt hem. Zoals hij dat in Europa vorig seizoen zo vaak heeft gedaan. Club Brugge heeft het overleefd. En Club Brugge heeft een zeer geslaagde avond hier in het noorden van Spanje, in Navarra. Het wint met 1-2 van Osasuna. En nee, het is nog niet door na de groepsfases. Op de groepsfase liever van de Conference League. Maar het heeft wel een eerste belangrijke stap gezet.